Goeiedag, fijn dat u kijkt naar het gesprek met de burgemeester. Live vanuit het torentje bij de Vondelvijver in het Vondelpark. Meneer Van der Laan, welkom. Terugkeer van Syriëgangers. Vormen zij een bedreiging voor Amsterdam? En de komst van het Holocaust-monument in het Wertheimpark zorgde voor heel veel emotie, commotie. Ja, komt dat monument er, ja of nee? Maar burgemeester, we kunnen natuurlijk niet omheen. Het WK voetbal is begonnen met succes voor Oranje. Is mijn vraag, ja, zijn de draaiboeken voor de huldiging alweer uit de kast getrokken? Nou, daar moet ik heel voorzichtig in zijn om het lot niet te verzoeken. Maar we denken wel vooruit. Er is natuurlijk een theoretische kans. En huldiging is wel een groot ding. Want als Nederland kampioen wordt, krijg je zoveel mensen. Dat moet je goed voorbereiden. Dus dat loopt. Maar Amsterdam zou dus wel weer willen doen. Graag. En ik vind het ook wel een beetje logisch. We zijn de hoofdstad. Het ging de vorige keer goed. Ik zie geen reden om het niet te doen. En ik ben natuurlijk een ontzettende chauvinist, maar wordt het dan weer eventueel met een rondvaart en dan daarna op het Museumplein een podium, zodat je het een beetje kan spreiden? Ja, ik moet er niet te veel over zeggen, want we weten het gewoon nog niet. Maar ik kan u wel zeggen, de vorige keer hebben we de rondvaart gedaan, ook al werden ze maar tweede, omdat er te veel mensen verwacht werden op het Museumplein. Het Museumplein heeft een maximum. Dus eigenlijk was het, als ik dat lelijke Engelse woord mag gebruiken, crowd management. Slim. Doorslaggevend om een rondvaart te doen. Dus mochten ze nu wereldkampioen worden, want dan komt er in ieder geval een huldiging, dan is de kans groot dat het dan ook weer een rondvaart wordt, want dan spreid je de mensen over de stad. Nou, we verheugen ons er nu al op. Ik ook, meneer Van Rijn. Over het Museumplein, daar zijn op dit moment de wedstrijden van Oranje te zien op een groot scherm. Ja, groot succes voor mensen die daarnaar gaan kijken, maar ja, bewoners die klagen toch wel weer over overlast. Nou, daar spreek ik u een beetje tegen, want ik ben van tevoren bij de bewoners geweest en heb goed geluisterd naar de zorgen die ze over de vorige keren hadden. En er zijn goede maatregelen op getroffen. We hadden de eerste keer 17.000 mensen toen Nederland tegen Spanje speelde. En toen waren de klachten eigenlijk beperkt tot de helikopter die in de lucht hing, de soundcheck waarbij het geluid te hard was even, en wildplassers. En op die laatste twee dingen hebben we nu maatregelen genomen, de laatste wedstrijd. Toen zijn er 10 extra handhavers geweest. De route is veranderd, zodat de plassers langs wc's meer werden geleid. Het geluid is zachter gegaan. Dus we proberen juist heel goede voet met hen te zijn. Ja, de achtste finale, sowieso de wedstrijd tegen Chili, maar ook de achtste finale mag vanwege tijdstip ook nog daar worden bekeken. Daarna moet er een andere locatie worden gezocht. Bent u daar al mee bezig? Ik begreep zelf, ja, misschien kunt u het zelf zeggen, maar ik begreep dat het Olympisch Stadion en het altijd sfeervolle arenapark opties waren. Ja, dat klopt. Maar dan gaat het over kwartfinale, eventueel halve finale. En ik zeg maar even eventueel de finale. En dan verwachten we meer mensen. En dan zal het Olympisch Stadion gewoon te klein zijn. Dus dan wordt het altijd sfeervolle arenapark. Maar ik zeg u er nog even bij. Het is een... ik las in de krant iets van... Nou, misschien dat de gemeente toch doorgaat na de achtste finale op het Museumplein dus. Maar niks is minder waar. Ik heb afgesproken met de bewoners alleen tot en met de achtste finale. En afspraak is afspraak. Goed. Burgemeester, er is de laatste tijd heel veel aandacht voor Syriëgangers. Hè, geradicaliseerde moslims die daar gaan vechten. Heeft u eigenlijk enig idee hoeveel Amsterdammers dat betreft? Ja. Ik kan er niet te veel over zeggen. Want dit is informatie die we dan krijgen van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en de AIVD, Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Zij weten ongeveer en vertellen het aan ons, dus wij weten ook ongeveer hoeveel Syriëgangers er zijn, hoeveel mensen zijn teruggekeerd. Is dat een handvol of zijn het er tientallen? Daar kan ik dus niet te veel over zeggen, maar ik kan u dit zeggen. Er zijn andere gemeenten in Nederland al vanaf het begin van deze problematiek die er duidelijk meer last van hebben dan Amsterdam. Maar Amsterdam heeft er ook genoeg om ons zorgen over te maken. Ja, want vooral dan die teruggekeerde jongeren, vormen zij dan echt een risico voor de stad? Ja, kijkt u naar wat er laatst gebeurd is in Brussel. De aanslag op dat Joods museum daar werd gepleegd door een teruggekeerde Syrië-reiziger. Dus dat was zelfs extra zorgelijk, omdat teruggekeerde Syrië-reizigers zijn al een probleem uit het oogpunt van radicalisering. En wat hebben ze daar meegemaakt en geleerd? En als het zich dan richt tegen Joodse instellingen, die al natuurlijk extra zorgen hebben, omdat dat in het verleden al vaker gebeurd is, dan krijg je wel een echt probleem.
Ja, jongerenwerker Ibrahim Weidinga die zei gisteren, ja, de kans is ook nog eens een keer groot, behalve dan misschien het risico van aanslagen, maar dat ze in de zware criminaliteit belanden. Zijn dat soort signalen ook bij u bekend? Dat kan ik niet bevestigen, maar ik kan het me best voorstellen. Ja. Maar de zorgen nu zijn primair erop gericht dat ze nog extremer worden en nog radicaler. Ja, nou is het natuurlijk heel belangrijk hoe je ermee omgaat. En wij spraken onlangs een vader, wiens zoon naar Syrië is afgereisd. En hij zegt, ja, ik heb verschillende meldingen gedaan, zowel de politie als bij de gemeente. Maar ja, daar werd eigenlijk niks mee gedaan. Laten we even daar toch naar gaan kijken. Farid merkt ook dat zijn zoon via internet in contact is gekomen met extremisten. Hij verbiedt hem dit contact en zorgt ervoor dat hij thuis niet meer kan internetten. Ook schakelt hij direct de hulp in van zijn huisarts, de gemeente en de politie. Maar tevergeefs. De politie en de mensen die de burgemeester had gestuurd, die hebben niet hun werk gedaan. De politie zegt tegen mij, Richie zegt bij de gemeente. En de gemeente zegt, wij wachten op politieonderzoek. Ze zeiden tegen mij, ja goed, maak je geen zorgen. Ja, burgemeester, hoe kan dit? Deze vader trekt aan de bel, maar daar wordt niks mee gedaan, met als gevolg dat deze jongen nu in Syrië zit. Maar u kunt helemaal niet weten, net zo min als hij dat kan weten, of er iets aan gedaan is. Het is zo dat als er een melding binnenkomt, wordt er onmiddellijk contact met de melder gezocht. Dat blijkt hier ook gebeurd te zijn. En dan wordt eerst onderzoek ingesteld in de omgeving van zo'n persoon. Dat doet de politie, dat doet de gemeente. Dus maken gebruik van. Dat kan zijn scholen, buurtinstellingen, sportclubs, familie, alles. En dan wordt er, als het zorgelijk, inderdaad zorgelijk lijkt te zijn, een plan van aanpak gemaakt. Dus maatwerk om te kijken hoe je die radicalisering kan terugdringen en zo'n persoon in de gaten kan houden. Nou, maar vorig jaar zijn er 32 meldingen geweest, dat kan ik u vertellen. En die worden dus allemaal zo behandeld. En nou is het een keer gebeurd, namelijk bij, helaas, deze meneer zijn zoon, dat die zoon vertrok. Vlak voordat het plan van aanpak gereed was en in werking zou worden gesteld. Maar moet dat dan toch niet sneller gebeuren? Maar dat gebeurt snel. Daar wordt door heel veel mensen, politieambtenaren, allerlei mensen, sleutelfiguren. We hebben zo'n 100 sleutelfiguren die daarin actief zijn. Wordt heel snel opgetreden. Alleen je zult heus wel een keer te laat zijn. Helaas voor deze meneer, in het geval van zijn zoon. Ja, maar deze vader zegt van, ik zag eerst dat hij plaatjes van wapens ging tekenen. Daarna zaken op internet opzoeken. Ik heb dat allemaal doorgegeven en toch heb ik niks gehoord van zowel gemeente als politie. Nou, u hoort hem zeggen dat hij contact heeft gehad, dus dat is er wel geweest. Maar het zijn vaak hele gevoelige dingen waar ook weer niet al te veel over gezegd kan worden. En ik kan hier echt niet van uitgaan, maar ik krijg de zaak natuurlijk nog op mijn bureau, dat er te weinig gebeurd is. Ik vind het zelfs heel begrijpelijk. Maar is het verhaal van die vader dan toch niet duidelijk genoeg? Die zegt echt, de gemeente heeft een fout gemaakt door niet snel op te treden. Nou, maar misschien is de gemeente wel heel snel opgetreden en zijn er heel veel dingen gebeurd. En het zou dan zelfs nog zo kunnen zijn dat die jongen dat is gaan merken en extra snel is weggegaan. Ja. Vorig jaar, u zei het al, waren er 32 van dit soort meldingen van geradicaliseerde jongeren. Heeft u idee dat dat dit jaar veel meer worden? Nee, dat kan ik niet zeggen. En dat is voor alle goede duidelijkheid. Dat zijn meldingen van mensen die zorgen erover hebben. En dat zijn dan niet alleen zorgen over Syrië-reizigers, maar over radicalisering. Dus we kunnen dat niet optellen en door elkaar gooien. Maar ik kan u verzekeren, al die 34 meldingen zijn onderzocht. Ja, nou is de zorg nu dat er door bezuinigingen bij de AIVD, dat er zo bezuinigd wordt dat die jongeren eigenlijk helemaal niet goed in de gaten kunnen worden gehouden. Deelt u die zorgen? Nou, het is heel moeilijk. En dat wil ik graag ook nog toevoegen aan uw vorige vragen. Denkt u dat dit een Amsterdams probleem is? Er zijn gemeenten in Nederland met precies hetzelfde probleem. Mag ik zeggen, zo ongeveer alle gemeenten in Europa worden met deze zorg geconfronteerd. En nergens maakt iemand aannemelijk dat wij het in Amsterdam langzamer of minder goed doen. Ik zou bijna durven zeggen het tegendeel. Ja, maar maakt u zich dan zorgen als burgemeester over die bezuinigingen bij de AIVD? Nou ja, ik moet me daar niet over uitlaten. Voor ons is de AIVD een goede partner. En de NCTV, die Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid ook. Dus ik weet er niet genoeg van, maar wij merken dat het een goede partner is. Goed. Er ontstond vorige week een heuse rel over de komst van het Holocaust-monument naar het Wertheimpark. Want daar stond al een Auschwitz-monument gemaakt door Jan Wolkers. En de buurt die zit eigenlijk helemaal niet op dat andere monument te wachten. Laten we daar even naar gaan kijken. Gisteravond kreeg de buurt de kans om tijdens een bijeenkomst hun zorgen te uiten. En de gemoederen liepen dan ook hoog op. Ik ben geschokt en het is ook fysiek. Gewoon dat ik mijn buik moest vastpakken van, oh help. Ik wil graag een reactie geven op de plannen van het gemeente Amsterdam om het grootste monument
in het kleinste parkje van Amsterdam te plaatsen. Waar busladingen vol toeristen op afkomen, zullen komen. Waar Amsterdam toch ook al een soort Walt Disney Park aan het worden is. Ja, veel zorgen bij bewoners. Stadsdeelcentrum heeft nu gezegd, ja, laat het college er opnieuw naar kijken. Staat deze plek nu opnieuw ter discussie? Ja, het is reëel om te zeggen dat de plek veel bezwaren oproept. Bij redelijke mensen ook. Dus dan is het logisch dat we daar goed naar kijken. Dat heb ik overigens zelfs al voorafgaand aan de vergadering van Stadsdeel Binnenstad besproken met de stadsdeelvoorzitter. Kijk, u moet snappen, dit is iets heel belangrijks en iets heel gevoeligs. En dat wil je niet in een strijd laten ontaarden. Daar is het veel te belangrijk voor. Dus bekijken betekent ook dat u kijkt misschien wel naar andere plekken? Nou, dat wil ik nog graag even kwijt. Er is niet zomaar gekeken meteen naar het Wertheimpark. Er zijn 4 locaties bekeken. Ook het Westmanplantsoen, Jonas Daniel Meijerplein, Vissenplein. En onze indruk was dat dit nou juist de beste plek was. Als ik even dat mag toelichten, daar is al het Auschwitz-monument. En daar is elk jaar een herdenking georganiseerd door het Auschwitz-comité. En dat is initiatiefnemer van de namenwand. En de gedachte van het comité, maar ook van Liebeskind, de architect, was om respect te bewijzen aan het Auschwitz-monument van Jan Wolkers door het te verbinden daaraan en het als uitgangspunt te nemen. Maar goed, daar denkt ook bijvoorbeeld de vrouw van Jan Wolkers heel anders over. Is er echt heel veel commotie? Overweegt misschien nu toch een andere plek? Ja, nou, ik vind, dat heb ik met de stadsdeelvoorzitter afgesproken, Boudewijn Oranje. Wij gaan nu gewoon in goed overleg met die bezwaren. En dan zullen we waarschijnlijk vinden dat er reële bezwaren zijn. Dan kijken we of we ze kunnen oplossen. En er zijn minder reële bezwaren. Even over hoe klein het parkje is. Het is de totale namenmonument zal 8% van het park beslaan. Dus ik denk dat het minder in de omvang zit dan wel in bijvoorbeeld een eerste zogenaamde artist impressie was zwart. En het is een lang monument, het gaat zo heen en weer. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen zwart, dat verandert de hele atmosfeer van het park te veel. Dat vind ik dan weer een heel reëel ding. Die busladingen, dat willen we graag uitzoeken, wat nou reële verwachtingen zijn en of we er oplossingen voor hebben. En zo moeten we alle bezwaren langsgaan. Ja. En dan met elkaar in goed overleg de beste beslissing nemen. Ja, maar uiteindelijk moet u de knoop doorhakken. Maar ja, daarvoor word je betaald. Ja. Maar je doet dat niet tegen wel de zin van mensen. Ik hoef wel dat er nog een andere optie is behalve het Wertheimpark voor dit monument, mochten die bewoners zo pertinent tegenblijven. Nou, op dit moment, we kunnen dat weer nagaan, maar op dit moment is de koers dat park en kijken of je de problemen die mensen voelen signaleren, of je die kan oplossen. Maar er kan natuurlijk een moment komen dat je zegt, er zijn reële bezwaren die niet weggenomen kunnen worden. En dan zou wat u zegt ook de uitkomst kunnen zijn. Maar laten we daar nou gewoon redelijk over praten. Ja, dan nog een, toch wat mij betreft, onverwachte ereplek. Want u behoort tot de 10 best geklede burgemeesters van de wereld. Staat in Vanity Fair. Ik voelde hem aankomen. Toonaangevende modeblad Vanity Fair. Ja, wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, ik heb eerst een kwartier gelachen. Want ik hoef mezelf niet weg te gooien. Maar nou, kleding, dat is niet mijn grootste punt van aandacht. Maar u bent nu toch een soort fashion-icoon. Nou, daar wil ik ook graag gebruik van maken. Maar ik heb de foto gezien die Vanity Fair daarbij had geplaatst. En dan loop ik in een suffige smoking. En ik heb wel eens geleerd, smokingen dienen. Dan worden alle mannen tot pinguïns, gelijke pinguïns gemaakt. Zodat de vrouwen beter uit de verf komen. Nou, naast mij liep mijn vrouw, die er inderdaad, mag ik zeggen, heel mooi uitzag. Zag. Pas op. En ik denk dat de prijs dus eigenlijk stiekem aan haar toekomt. Want ik kan me nauwelijks voorstellen dat die aan mij toekomt. Nou, misschien toch ook wel een beetje, zeg ik dan maar weer heel beleefd. Wat aardig van u. Ja, burgemeester, dank. We spreken u over 2 weken weer. Weten we ook of de finale misschien wat dichterbij is gekomen. En u thuis natuurlijk. Bedankt voor het kijken. Tot over 2 weken.